Er kan er maar eentje winnen. We beginnen bij, zeg het zelf maar. Hoi, ik ben keizer Commodus. En waarom ben ik nou de gekste keizer? Nou, omdat ik mijn vrouw heb laten executeren. Want die ging vreemd, dacht ik tenminste. Ja, terwijl ik zelf al 300 vriendinnen heb. Ja, je bent keizer of je bent het niet, hoor. Nou, en verder heb ik heel veel vijanden laten executeren. Gewoon zomaar. Oh ja, en ik ben ook gladiator. Dan heet ik Hercules of Amazonius. En dan knok ik tegen de echte gladiatoren. En zij vechten dan met een houten zwaard. En ik met een zwaard van ijzer. En dan win ik altijd. Gek, hè? Oh ja, en dit is mijn vriendin Marcia. Hi, hi. Dank je, Commodus. Ja, Commodus die wordt vergiftigd door zijn vriendin Marcia, maar dat weet hij nog niet. Wat zegt hij? Oh, niks lieverd. Nee, maar hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Kan het nog gekker? Volgende kandidaat, zeg het zelf maar. Hoi, ik ben Nero. Ik heb Rome in de fik gestoken. Heb ik de christenen de schuld van gegeven. Die heb ik allemaal voor de leeuwen geworpen. En sommige heb ik aangestoken in mijn tuin als tuinfakkel. Ik vind het organiseren van wedstrijden heel leuk. Tussen een vrouw en een dwerg. Enig. Ik hou van zingen, van dichten, van wagenrennen. Ik vind het ook heel leuk om 's nachts verkleed als zwerver over straat te gaan lopen. Sla ik iedereen in elkaar. Ik heb mijn moeder vermoord. Ik heb mijn vrouw vermoord. Mijn andere vrouw heb ik vermoord. Mijn halfbroer en mijn stiefmoeder. En ik heb heel veel christenen. Tot zover keizer Nero, een echte gekke keizer. Stem op mij hoor, want ik weet je te vinden. En het kan gekker. Keizer Caligula. Hallo, ik ben Caligula. En ik ben best wel een gekke keizer. Ik was de eerste die gevangenen als voer voor de leeuw heeft laten gooien. Ja. Ik ben eigenlijk een god. Ik heb gevochten tegen de god van de zee. En ik praat altijd tegen de maan. Dat is mijn beste vriend. En ik heb mijn paard hier, heb ik tot consul benoemd. Ja, lieverd. En ik maar even. Dankjewel, Caligula. En stem op mij, hè. En de laatste en de jongste is Ela Gabalis. Hoi, ik ben Ella Gabalis. Ik ben net 16 jaar oud en ik ben gek op make-up. Ook schaduw, lippenstift, alles. Ik ben dus een hele jonge keizer, maar veel liever was een keizerinnetje geweest. Ik wil een vrouw zijn. Daar heb ik alles voor over. Ik hou met heel mijn hart van mijn chauffeur, van Heracles van Caria. Deze hengst hier naast mij. Ik ga een keizer maken. Als verrassing. Dankjewel, Ella. Wacht. Mijn hobby is, ik word heel graag voortgetrokken door naakte vrouwen, die ik dan aftuig met mijn zweep. En ik doe aan loterijen. En dan kan je van alles winnen. Bijvoorbeeld een goudstuk, maar ook een slaaf. En bijvoorbeeld ook een dode hond. Of een slangenbeet. Dankjewel. Oh, wacht. Mijn verzameling. Ik spaar namelijk stofnesten. Prachtig, toch? En dat was Ela Gabalis, een hele gekke keizer. Stem op mij. En u kunt nu stemmen. De stembussen zijn open. Op het klassieke internet wordt enorm gestemd. Kijk maar. Fantastisch. Blijf stemmen. En, dames en heren, de winnaar is Ela Gabalis. Ho, 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 ho. Oh, wauw. Te gek. Helemaal te gek. Ela Gabalis, jij bent de gekste keizer alle tijden. Ik ben geen keizer, ik ben keizerinnetje. Onthoud het nou toch eens een keer. Maar toch bedankt. Dag volk. Dag. Doei. Tot zover de gekste keizer. En volgende week de gekste slaaf. Tot volgende week.